Een maand geleden gingen we langs bij René en Mark uit Groesbeek. Zij gingen namelijk een fietstocht maken vanuit Groesbeek helemaal naar Madrid. Met veel kilometers in de benen en een avontuurrijker vertellen de twee vrienden over hun fietstocht naar de Spaanse hoofdstad. We zijn heen gefietst en het was echt een schitterende ervaring. Het was afzien, het was zwaar af en toe, maar het was ook vooral genieten. De eerste week was slecht, hè. We fietsen de eerste week naar Parijs, maar we hadden super slecht weer. Regen, hagel, wind, eigenlijk alles wat je niet wil op zo'n fietsreis en wat we van tevoren niet bedacht hadden, overkwam ons. Maar het was vooral genieten aan de Atlantische kust was echt schitterend. Ja, dat was echt heel mooi. De bergen in Spanje waren prachtig. Het was eigenlijk vooral genieten en we vergeten even het slechte weer. Tijdens de zware tocht deden de fietsers toch veel leuke herinneringen op. We hebben natuurlijk een maand gefietst, dus we hebben heel veel meegemaakt. We hebben natuurlijk 100.000 verhalen. Maar één leuk verhaal is bijvoorbeeld dat we ergens aan het fietsen waren. Dat was geloof ik in Spanje. Ja, in Spanje. Toen reed een kerel bij een auto en die zat dan te zwaaien en mij ook terugzwaaien vriendelijk. En op een gegeven moment, een stukje verder fietsen, stond hij met zijn klep open, stond hij ons op te wachten. En had hij zijn eigen wijn had hij bij zich en hij vond het zo mooi dat we deden fietsen. Ja, hij wist niet eens waar we vandaan kwamen, maar hij vond het mooi dat we deden fietsen, ik kreeg een fles wijn. En bij het dorpje Estella, dat is iets na Pamplona, daar heb je dus een muur bij een groot wijnchateau. En daar kun je dus voor de lopers, voor goede moed onderweg, kun je dus wijn tappen. Dus je kunt daar gewoon met je bidon onder en dan tap je de wijn voor goede moed. Ja, dat zijn gewoon hele supergave dingen. Ja, weet je, we kwamen ook op plekken die onbewoonbaar waren. We kwamen door dorpjes heen waar niemand mee woonde, waar in 1975 de laatste mensen waren vertrokken. Ja, het is echt een schitterende beleving. Het is gewoon echt gewoon een kerk met gewoon die helemaal leeg stond. Kon je gewoon naar binnen lopen. Gewoon, dat was helemaal vervallen. Gewoon super apart om te zien. Gewoon weer.